jongens en meisjes, op deze hele mooie zonnige dag, echt een dag voor de Olympische Spelen. Ik zie dat jullie er allemaal klaar voor zijn met mooie vlaggen en ik zie speren. En we hebben een mooie vuurkorf en we hebben ook Mona Keijzer. Die kennen jullie misschien wel van de televisie, van de Tweede Kamer. En Mona die is en zelf aardig sportief, toch? Je loopt hard, behoorlijke ende. En ik vind als je in de Tweede Kamer werkt, dan ben je ook wel sportief, dan moet je wel heel veel rollen met tijd. En Mona die gaat het afschot geven vandaag voor de Olympische Week. En ik hoop dat jullie ontzettend veel plezier zullen hebben. En ik wil in ieder geval even een heel hartelijk applaus voor Mona. Ja, dankjewel Ilse. Wie van jullie zit er ook op sport? Wat doen jullie? Voetbal. Atletiek. Tennis. Atletiek, tennis. Wat nog meer? Zeg het eens. Zwemmen. Judo, zwemmen. En jij? Dansen en turnen. Dansen en turnen. Voetballen. Wat heb ik nog niet gehoord? Is er iemand op handbal? Jij hebt handbal? Dat heb ik vroeger ook gedaan. Zo leuk. Nou, ik vind het echt heel goed wat jullie vandaag gaan doen. Ilse vertelde mij dat jullie een soort, volgens mij een soort echte Olympische Spelen gaan krijgen. En wat jullie dus vandaag al leren, dat moeten jullie de rest van je leven blijven doen. Sporten. Ik weet niet hoe het met jullie vader en moeder is, maar ik heb zittend werk. Ik zit een hele dag. Ik ga direct in de trein zitten en dan ga ik de hele dag zitten praten. En dat is natuurlijk helemaal een lijf niet opgebouwd. Dus als je blijft sporten, dan blijf je gezond. En dan blijft je hart een beetje goed tikken als het allemaal mee zit. En je spieren en zo. Dus het is echt heel goed wat jullie vandaag gaan doen. Hebben jullie ook naar de Olympische Spelen gekeken vorig jaar? Ja? Hoe vonden jullie Epke? Goed, hè? Ik was zo trots. Nou, jullie gaan vandaag beginnen aan jullie Olympische carrière. Sporten is gezond voor je. Blijf dat doen. Geniet van het mooie weer. Doe voorzichtig, want een blessure heb je zo. Maar boven alles, wees sportief. Als je een rondje verliest, wat doe je dan? Dan geef je je tegenstander een hand. Heel erg goed. Nou, veel plezier nog een keer. En als jullie nou direct applaudisseren, want dat doe je altijd hè, als iemand iets gezegd heeft. Dan doen jullie dat niet voor mij, maar dan doen jullie dat voor Ilse, voor de kinderopvang en voor alle vrijwilligers en papa's en mama's die dit vandaag voor jullie organiseren. Dank jullie wel. Ja, iedereen gaat naar achteren. Hi Frans. Ja, sprong. Wat is het? We gaan allemaal kunsten. Ja, dat is Madeliefje, onze vlinder. Heet hij ook Madeliefje? Madeliefje. Wij zijn de broekers. 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 Wat is er hier aan de hand? Go!
van de Pinocchio. Van Pinocchio. Maxime wacht op het fluitje, hè? Klaar voor de start. Kom op. Thank you.
als laatste is, die ligt eruit. En die als laatste overblijft, die heeft gewonnen. Snappen jullie dat? Ja. Goed, dan ga ik even een proefrondje doen. Ja, ik doe het mee. Bison nummer 2. Hallo, ik ben Anagien. En ik ben Marinka. En we staan hier vandaag op het atletiekveld omdat de Olympische Spelen voor de de BSO is. We gaan nu een paar mensen interviewen. Hoi. Hoe vindt u het vandaag? Geweldig. Geweldig. Had ik niet gedacht dat het zo leuk was. En dat jullie zo sportief zijn. Ja. En wat vond u ervan? Nou, geweldig. Natuurlijk. Heel fijn dat het mooi weer was, maar er was zoveel limonade was er te krijgen hier. En chips en de kinderen zijn helemaal verwend. Niet alleen door de zon, maar ook, en dat moet ik een compliment geven de Leidsers, want die hebben zelfs 3 keer de kinderen ingesmeerd tegen zonnebrand. Nou, geweldig. Dus, ja, het was een geweldige dag. En ik kom morgen absoluut weer kijken. Ja? Ja, absoluut. Oké, doei doei. Doei. Wat vond jij het leukste vandaag? Wat vond je het leukste vandaag? Ik weet het niet. Vond je alles gewoon heel leuk? Ja. Ja. En wat vond jij het leukste onderdeel? Ik vind het leukste dat het weer zo goed heeft meegewerkt. Dat het vandaag zo mooi weer was. Oké. Emiel, ik heb gehoord dat jij van Wespa. Ja. Rotbeesten. Hartstikke geprikt in mijn arm, zeg hij. Eerste ja? zomerse dag. Wat een pech, hè? Ja. Maar ja, hoort erbij. Ja. En hoe was de dag verder? Maar ik hou wel van Wespen, ja. Oké. En hoe was de dag verder? Heel erg leuk. Ik heb genoten. En wat vond jij het leukste onderdeel? Ik vond het leukste onderdeel het verspringen. Oké. Wat was er dan zo leuk aan? Nou, dat vind ik echt een Olympisch onderdeel. Wie kan er het verste springen? Dat is heel makkelijk. Net zoals. En heb je zelf ook meegedaan? Ik heb zelf ook meegedaan. Ik heb erg mijn best gedaan. En weet je nog hoe ver je hebt gesprongen? Nee, weet ik niet meer.
Okay. Ik kan het opzoeken, maar ik weet het niet. 3 meter nog wat. Oké. Okay. Was dat het? Ja. Okay. Wat vond u het leukste vandaag? Wat vond ik het leukste vandaag? Ik denk gewoon de gezelligheid. Allemaal met elkaar. Ja? Ja. En welk onderdeel vond jij het leukst? Ik vond het verspringen leuk en de sprinten. En waarom vond u die zo leuk? Omdat ze gewoon uitmuntend goed waren bij ons in het verspringen en het sprinten. Ja? Ja? En waarom waren jullie dan de beste? Wij hadden flink geoefend. Oh, en waar hadden jullie dan geoefend? Bij ons op het plein. Ja? Ja. En welke onderdelen dan allemaal? We hebben balgooien geoefend en we hebben sprinten geoefend. En waarom verspringen dan niet? We hebben geen verspringbak op het plein. Nee. Zeer. Echt niet? Nee, echt niet. Oké. Okay. Vindt u het vandaag een beetje leuk? Ik vind het erg leuk. Echt heel erg leuk. Het is super hier. Prachtig weer en lekker allemaal sporten. Echt super gezellig. Oké. Okay. En heeft u ook nog een favoriet onderdeel? Nou, ik vind het hardlopen wel erg leuk. Hoeveel meter is het? 80 meter. Dat vind ik het leukste. Dat vind ik het allerleukste. En heeft u daarbij zelf ook meegedaan? Daar heb ik zelf ook mee gedaan. Dat moest van de kinderen, hè? Toch, Kirsten? Ja. Ja. Toen moest ik heel hard gaan rennen ineens. Ja, dat heb ik toen gedaan. Dus ja, dat beviel wel goed. En hoe vond u dat de kinderen het deden? De kinderen die deden het helemaal fantastisch, vond ik. Echt supersnel. En ze doen allemaal hartstikke goed mee, hè? Jongens, iedereen is blij en iedereen heeft er zin in. Dus dat is leuk gewoon. Ja. Oké. Okay. Heb ik genoeg verteld? Ja. Ja? Hoi Tirza, hoe kom je zo nat? Ik heb een paar spons over me heen gegooid. Heb je dat zelf gedaan? Ja. Ja. Wou je zelf nat worden? Ja, ik had het heet. Ja, het is ook wel erg warm vandaag. Ja. En hoe vond jij het? Ik vond het wel leuk. Alleen, ik vond het leukste als ik een prijs win, maar het maakt mij niet zoveel uit of ik een prijs win. Want het is toch leuk geweest. Oké. Okay. Hoe vond jij vandaag de soort sportdag? Ik vond het heel erg leuk. Wat heb jij allemaal gedaan? Speerwerpen, discuswerpen, verspringen en nog wat dingen. Hoeveel meter heb je bij het vergesprongen of weet je dat niet? Ja, volgens mij was het 3 meter 34. Oké, okay, dan heb je genoeg verteld. Doei! Vond jij het leuk? Ik vond het heel leuk. Wat vond jij het leukst? Alle sporten en het waterballet. Ik heb een hele natte rug nu, dus dat was ook wel heel leuk. En wat vond jij het allerleukste? Ik vond het verspringen wel leuk, want ik ging eerder dan... Annegien ging als eerst en toen moest ik. En toen had ik haar gewoon ingehaald. Kijk, maar Annegien is heel erg lang, dus jij kan gewoon heel ver springen. Ja. Wat vind jij het leukste na verspringen? Hardlopen. Hoe ver? De 80. Dat is toch even... Kan jij ook heel hard rennen? Ja. Ja. Oké. Okay. Ik vind verder rennen ook wel leuk. En laat je zien hoe je hard kan rennen.
goed, jongens. De benen uit de lijf. En dan heb ik op de 60 meter. Ja, die moet ik in de andersom doen. Op de 80 meter heb ik op de tweede plaats Jesse. Ja, het medaillemeisje nog even. Nee. Medaillemens. Ja, precies. Jammer. En dan heb ik nog één nummer 1, nou die past hier makkelijk bij. En dat is Roy met verspringen. Kijk Roy. Laat het aan hoor. Wist hij is niet zo groot. Nou en dit was het jongens voor vandaag. Een heel hard applaus voor jezelf.